dadelijk langer een stuk. En dan gaan we zien hoe het gaat. Ja, gaat dat eigenlijk samen, hardlopen en we gaan zo zien hoe het samen gaat, maar ik denk het wel hoor. Ik ben Jorik Vermeurs, 29 jaar, geboren in Rotterdam en woon nu in Brielen. Ik ben Rutger Noordermeer, 29 jaar oud en ik woon hier in Rotterdam. Nou, mijn naam is Edwin Herzog. Ik doe vandaag mee in Brielen hierin. Ik kom uit Rotterdam en we hebben er zin in. Waarom doen we mee? Nou, het is toch leuk, het is hardlopen, het is bier drinken. Een mooie dag, de zon gaat zo doorkomen, dus het wordt een mooie dag gewoon, denk ik. Ja, we staan bij Brouwerij Pelgrim. Eerste 3 kilometer in de benen en het eerste pilsje is inmiddels op. En hoe smaakt het eerste pilsje? Eerste pilsje was lekker. Ik had een wat frisser zoet pilsje gepakt, omdat ik dacht dat het misschien met rennen wat fijner dan de bittere variant. Het gaat wel best wel goed eigenlijk. Ja, is het een beetje te doen? Ja, zeker. Dat is gezellig, joh. We hebben nog maar een klein stukje gelopen natuurlijk, dus dadelijk langer een stuk. En dan gaan we zien hoe het gaat. Een speciaal bier liefhebber. Veel mogelijk wat je hebt, altijd wel een speciaal biertje proeven. En, ja, lekker trippeltje of een pil ale is altijd lekker natuurlijk. Ik vind verschillende biertjes proberen leuk. Maar het is nou niet dat ik zelf echt een kenner ben. Nou, dus nu ben ik vet en lazy. Tweede brouwerij. Na 8 kilometer uit mijn hoofd, 9 kilometer. Ik heb een. Je moeder in je handen. Nee, het is een vette lazy. Een triple en genaamd je moeder. Nou, het valt eigenlijk toch wel een beetje tegen. Dus dan dat je tussendoor stopt en ineens weer moet gaan rennen. En je drinkt tussendoor drink je bier natuurlijk. Dus ja, daar ben ik eigenlijk niet gewend. Wat normaal te doen. Dat gaat nog steeds goed, moet ik zeggen. Wat zware beentjes van het bier, maar ja, daar nog 2 kilometer, 2,5 kilometer geloof ik. En dan zijn we er alweer. Je moet je niet helemaal volstouwen met bier. En dat is ook het concept niet. Wij willen gewoon, wij houden van bier, we houden van hardlopen. En dat willen we laten zien dat het gewoon samen kan. En dat laten we volgens mij zien. Ja, we zijn op dit moment bij de Gele Canarie in Rotterdam. De laatste brouwerij van het loopje. Dus we hebben net een lekkere Gele Canarie op, maar we zijn inmiddels aan de volgende begonnen. Het is gewoon een leuke, gezellige dag op zondag. Het is een andere zondag dan anders, zeg maar. We hebben een leuke dag met elkaar. We hebben toch een topdag gehad. Lekker weer, 20 graden. Een lekker biertje, hardlopen, met vrienden. Wat wil je nog meer?